school leerde je dat zwarte kinderen van nature slecht waren. En toen zei jij, dan moet ik eigenlijk even, je mag het zelf even laten zien, dit boekje meenemen. Dit is de gekuiste versie. Dit is Okie en Dokie bij de negers. En eerst heette het Okie en Dokie bij de nikkers. En later, want toen negers ook niet meer kon, hebben ze ervan gemaakt Okie en Dokie op een eiland. Ja. Ja. Maar het gaat bijvoorbeeld waarom lachen wij hierom? Kuifje omdat in Afrika kuifje, ook meegenomen. Kuifje is erg. George en Simmy heeft het eigenlijk nog erger. Maar je ziet hier op de kaft van zo'n boek hoe zwarte mensen werden afgebeeld. Heel stereotyp, met een botje door hun neus. Grote ringen aan oorbellen. Hele dikke lippen en altijd bloot met kralenkettingen en zo. Dat was het beeld wat hier geplant werd in het Westen. Maar ook op Curaçao, waar ik vandaan kwam. Want ik ben ook opgegroeid met George en Simmy. En zwarte mensen die witte mensen in de pot gooiden en zo. Daar lachten wij om, maar dat was wel. Je plant zo een beeld in, om het maar heel grof te zeggen, in het DNA van mensen. Hoe je kijkt naar een ander. En om dat er weer uit te krijgen, na slavernij en nadat dit soort boeken allemaal weer verschenen, met racisme wat er bovenop komt, dat is heel lastig om dat eruit te krijgen. Niet voor niets wordt er tot nu toe, wordt er vandaag de dag nog gezegd, Nederland is nog lang niet racismevrij. Nog lang niet discriminatie. Ik moest bij jouw artikel ook denken aan de documentaire van Sunny Bergman, waar ik echt wel met schok naar heb gekeken. Dat is een scène waarin zij aan kinderen een witte pop en een zwarte pop laat zien. En dan eigenlijk gaat vragen, het onderstreept precies wat jij zegt van, wie is er beter, wie is er slechter? Laat even kijken. Ze zijn zo geprogrammeerd, Welke huidskleur vinden mensen het mooist? Dat is echt een huidskleur. Welk kindje krijgt het meeste straf van de juf? De zwarte. Welke pop is het slimste? De witte. En welk kindje is de baas? Dat is de slimste. Ja, Jurgen, jij vertelde me net, dit is natuurlijk een heel heftig beeld, hè, en het komt echt binnen. Ja. Maar jij vertelde me net dat dit boekje, Okie en Dokie, en dan de ongekuiste versie bij de nikkers, dat jij die kreeg toen je een jaar of 8 was. Ja, kreeg ik van mijn tante op mijn verjaardag. Wat voor invloed heeft het dan op jou? Wat leer je dan? Het heeft mijn beeldvorming, mijn eigen beeldvorming, heel lang in de weg gestaan. Omdat ik me zelfs ook minderwaardig voelde in die zin. Ik oprecht dacht dat witte mensen slimmer waren dan zwarte mensen. Maar dat heeft nogmaals, zoals Nolly dit zo mooi uitlegt, allemaal met, als je bijvoorbeeld, een van mijn favoriete films was Tarzan. Tarzan was fantastisch. Het was een witte jongen die in de jungle verweest was en door apen werd opgevoed en die werd koning van de jungle. Eén raar geluid en iedereen luisterde naar Tarzan. En die Afrikanen die daar duizenden jaren woonden, die sloegen op de vlucht als ze olifant hoorden trompetteren. Dus de beeldvorming van zwarte mensen, ik kan me heel goed voorstellen dat als je zelfs niet in je hele leven niet in contact bent gekomen met zwarte mensen en niet begrijpt waar het vandaan komt, dat je nog steeds die onderschatting hebt. Dat je nog steeds op een bepaalde manier kijkt, waardoor je niet begrijpt waar de problematiek van is. Maar jij dacht zelfs, ik ben dommer dan blanke mensen. Ik dacht oprecht dat zwarte mensen dommer waren dan witte mensen. Ja, dat geloofde ik ook, ja.